Ja, Roy Kortsmit, belangrijkste vraag. Hoe is het met je? Heb je nog veel last van de ribbenkast? Ja, het gaat goed. Ribben doen nog wel pijn. Ze zijn gekneusd, dus dat blijft denk ik nog wel een tijdje zo gaan. Alleen met wat pijnstilling, dan gaat het wel. Ja, daar zit verder geen risico aan, prik erin. En dan kun je gewoon wedstrijden spelen. Nee, ja, goed, er kan in ieder geval niks kapot gaan. Zoals bij een kneuzing kan daar niks kapot gaan. Dus het is vervelend en het doet pijn. En het zal lang blijven nog, alleen geen risico's. Weer wedstrijd op het kasteel, eindelijk, na lange tijd. Anderzijds ook weer terug naar het stadion waar het misging. Het zal ook herinneringen oproepen die niet fijn zijn. Alleen daar moet je denk ik absoluut niet aan gaan denken. We zitten in de keukenkampioendivisie. Dus we moeten dat snel achter ons laten en positief naar de toekomst. En het is mooi dat we weer voor ons eigen publiek mogen uitkomen. En wij gaan er alles aan doen om hier 3 punten te houden. Ja, wat ook positief is, als we de uitslag zeker even vergeten, hoe jullie hebben laten zien tegen FC Twente, ja, dat is veelbelovend. Dat denk ik wel. En zeker de tweede helft heb je continu druk gehad op Twente. Hebben ze eigenlijk weinig kansen meer gehad. En wij zeker 3 hele grote kansen. Dus dat geeft een goed gevoel voor ons. Wat je al zei, de uitslag was niet in ons voordeel. Want dat is natuurlijk zonde. Want je wil goed beginnen. Alleen er zijn zeker punten waarmee we verder kunnen. Ja, want daar na die wedstrijd schalt gelijk het kampioenen door het stadion heen. Na 1 speeldag. Ik denk dat jullie nog wel snode plannen hebben om dat feestje daar te dwarsbomen. Dat het hier gaat plaatsvinden. Ja, tuurlijk. Wij gaan met z'n allen 110% geven om het maximale uit dit seizoen te halen. En als dat het kampioenschap blijkt, dan is dat heel mooi. Ja, je hebt het meegemaakt natuurlijk, hoe lang die weg vorige keer voor Sparta is geweest. Hè? Dat het niet zo eenvoudig is om uit de eerste divisie weg te komen. Je hebt ook gezien het jaar dat het uiteindelijk wel lukt. En wat voor selectie jullie hadden. Zie je daar parallellen in met wat er nu is neergezet bij het Sparta dit seizoen? Weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we kwaliteit hebben, veel kwaliteit. Dat we een leuke groep hebben. We gaan goed met elkaar om. De staf en de spelers liggen elkaar goed, denk ik. Dus alle neuzen staan dezelfde kant op. En dat is denk ik wel ideaal om te presteren. Ja, wat andere namen ook erbij, hè? In de verdediging bijvoorbeeld voor je. Hoe is dat voor een doelman in het coachen, in het neerzetten, als daar veel wijzigingen steeds in zijn? Als er veel wijzigingen achterin zijn, is dat natuurlijk nooit fijn. Alleen we hebben nu wel allemaal Nederlands sprekende jongens voor je. En dat is natuurlijk heel positief. Dat is heel makkelijk om elkaar aan te coachen.